Yo mensen, Lucky Gravenel hier met vandaag de 9e aflevering van Road to Nederland voor coins. Check even FIFA coins kopen in de links in de beschrijving. En dan is dit het team waar we mee onze eerste wedstrijd gaan spelen. Dwightje Lodewegens had geen contracten meer. Natuurlijk gaat hij van Cambuur naar Heerenveen, wat wel echt een streetje is eigenlijk. Zeker binnen het Friesland natuurlijk, al vind ik zelf dat ze daar niet zo'n probleem van moeten maken. Maar ik ontsla hem eigenlijk ook bij mijn club onderhand, want hij had geen contract meer en ik had geen zin om een contract te kopen. En dan speel ik tegen een team met El Shaarawy, Ibarbo en Biabiani. Dus jij zou kunnen zeggen van, ja, pace, pace en pace. Ja, en deze wedstrijd was echt gewoon helemaal naar de tering. Want hier gaat hij rennen met Ibarbo. Ja, hou hem dan nog maar eens bij. Nou, toevallig pakt mijn keeper die bal nog. Maar dit is gewoon echt het typische voorbeeld. Hij begint gewoon te rennen met Ibarbo. Krijgt hij een corner. En dan kopt hij die corner erin. Maar aan deze, doelpunt, goeie Nederlands. Aan dit doelpunt kon ik eigenlijk geen fuck doen. Aan het rennen, ja, ik ben nou helemaal niet sneller met mijn spelers. Kan ik niks aan doen. Bij zo'n corner, ik heb in de afgelopen 20 afleveringen al 100 corners tegengekregen volgens mij. Want steeds die corners, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Want mijn spelers zijn gewoon niet zo goed. Staat zo Patrick van Aanholt. Staat bij zo'n ziek lange speler. Ja, dan kan ik dat kopduel echt niet winnen. Ook hier Ibarbo, moet je zien hoe hij Janmaat eruit sprint. Dat is echt ongelooflijk. Hij kwam achter Janmaat langs. Sprint hem er nog uit de voorzet. Staat weer Patrick van Aanholt volgens mij. Staat bij, ja, weet ik veel wie die bal inkopt. Ja, hij kan er gewoon weer niet bij. En dit alles is misschien nog wel niet eens het ergste. Want kijk, deze paas van Rekiek al, waarvan je denkt, what the fuck. En dan krijg je deze goal. Nou, in eerste instantie denk je nog van, nou ja, what the fuck. Maar ja, na zo'n kopbal en na zo'n corner wat dan nergens op slaat. En na al die gemiste kansen van mij. Kijk dan wat hier gebeurt. In de herhaling zie je het misschien nog niet al te goed, omdat het zo snel gaat. Daarom heb ik hem even versloomd afgespeeld. Tegen mijn keeper, tegen Van Dijk, tegen mijn keeper. Komt die bal bij Van Dijk, maar die is zo prettig gestoord, Mongolisch. Weet ik voor wat, dat hij die bal niet eens kan aannemen. En dan kan Ibarbo die bal in een lege goal schieten. Nou, dit soort goals slaan gewoon zo nergens op. En ik krijg ze eigenlijk constant tegen. Hier wordt het dan ook 3-1. Nou, dan is eigenlijk de wedstrijd gespeeld door deze goal. Want je zult gaan zien, uit deze aanval die ik hier krijg, maak ik zelfs nog 3-2 met de goal van Boetjes. Maar weet je, kijk, als ik die goal nog niet tegen had gehad, was het 2-2 geweest, zeg maar. Natuurlijk is het altijd als, je weet nooit of het zo was gebeurd. Maar die kans had er in ieder geval ingezeten. Die andere goal die jij maakt is een corner. Die andere goal die jij maakt is een header. Nou, ja, wat moet ik dan nog? Ik had misschien wel weer het dubbel aantal schoten. Al moet ik zeggen, deze man schoot nog wel eens af en toe op goal. Maar eigenlijk, ja, ik was de hele wedstrijd eigenlijk de bovenliggende partij. En dan krijg je door dit soort bullshit, verlies je die wedstrijd door een corner, door een header en door die gekke flipperkast doelpunt, die eigenlijk het ergste was van allemaal. Die vond ik nog het ergste van allemaal. Corners en headers kunnen gebeuren. Nou, dan kun je denken, stel je niet aan. Nou, dan gaan we eens kijken naar vorige aflevering. De eerste wedstrijd van vorige aflevering speelde ik 2-2. Bij rust had hij 0 schoten, 0 op doel. Dus 0 doelpunten. Ik had al iets van 8 schoten op doel, meen ik. Uiteindelijk had hij 3 schoten op doel. Ik had er 10. Het was 2-2. Fucking kutstreek. Ik speelde tegen Inform Higuain, weet ik veel wat. Wedstrijd erop verloor ik met 1-0. Door een corner van Mario Gomez. Net zoals deze wedstrijd weer een corner. Ik had meer schoten. Ik had 58% van het balbezit. Weer bullshit. Dus eigenlijk onterecht verloren. Die wedstrijd erop win ik met 3-1. Maar, dan kun je weer op aanmerken. Ik had 15 schoten, waarvan dus 3 erin. En hij had 2 schoten, waar er ook weer 1 van in ging. Oké, ja, die maakte nog niet zo heel veel uit. Want die won ik gewoon met 3-1. Uiteindelijk, laatste wedstrijd speelde ik 1-1. Ik had het dubbele aantal schoten. En Drogba kopte de bal natuurlijk, misschien weet je, nog op deze manier binnen. Zoals je hier kunt zien, ja, hij kopt eigenlijk door Van Dijk heen. Dus een fout die ik gewoon heb gemaakt met deze serie is, ja, zilveren spelers, kennelijk door de matchmaking van EA, komen gewoon tegen de goede, zieke, gouden teams. Dus dan met die zilveren spelers kom je overal tekort. Dus ik kan nu 2 dingen doen. Ik ga of gewoon door met deze serie, maar dan moet hij wel echt 400 likes deze krijgen of zo, weet ik veel. Want anders kan ik mezelf echt niet meer de motivatie opleggen om hem nog te doen. Of ik ga een road to Duitsland doen. Duitsland en dan gewoon meteen het gouden team. Dan heb je gewoon, kijk, dan kan ik meteen Mario Gomez kopen. En even kijken, wie heb je daar nog meer, weet ik veel. Ja, dat maakt dan niet zo uit. Verdediging, bijvoorbeeld Boateng en Hummels zijn ook niet duur. Dan de Adler in de goal. Dan heb je al, zeg maar, als je 10.000 munten hebt, dus divisie 10 haalt, dan kom je ook al met een redelijk goud team aan. Dus als je dan tegen dit soort team moet,
teams moet, kun je daar gewoon tegen spelen. Op dit moment is het voor mij onspeelbaar met zo'n zilverteam. Dus dan kan ik een Road to Duitsland doen. Of ik ga door met Road to Nederland. Ik plaats eigenlijk twee comments van Road to Nederland, Road to Duitsland. En comments kun je uiteraard thumbs up geven. Dus ja, geef maar de thumbs up aan, of het duimpje omhoog aan de comment van wie jij wil dat doorgaat. Dus wil jij dat ik Duitsland ga doen, doe je daar een duimpje omhoog. Wil je dat ik Nederland blijf doen, doe je daar een duimpje omhoog. Maar ondanks als Nederland win, als deze video geen 400 likes heeft, ga ik alsnog niet door met Nederlands, dus wordt het alsnog Duitsland. Dus voor Duitsland ja, moet je gewoon een duimpje omhoog aan Duitsland geven. En wil je Nederland, moet je, ja, en moet dan de video boven 400 likes komen. En je moet Nederland ook nog eens winnen van Duitsland in die thumbs up dingen in de comments. Want anders dan ga ik gewoon Duitsland doen. Dan is voor mij gewoon, op dit moment is het voor mij niet leuk om te doen. En dat is natuurlijk wel nog een van de belangrijkste dingen. Voor jullie niet, maar voor mezelf wel. Ik moet er zelf ook wel plezier in houden. Anders krijg je alleen van dit soort side commentaires zoals de afgelopen drie. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Dus om die reden, dan, ja, als ik Duitsland ga doen, ongetwijfeld zou ik blijven, zei ik af en toe. Want ja, zo ben ik nou helemaal, zo is bijna iedereen die FIFA speelt volgens mij. Maar dan wordt het sowieso veel minder. Dus ja, kijk maar wat jullie ermee doen. Check dan maar de comments van mijzelf. En geef maar een duimpje omhoog aan degene die jij wilt winnen. En dan was dit het. Bedankt voor het kijken en doei.